foto. Wij zijn op zoek naar hun twee. Oh. Hebben ze hun gevonden? Maar, dat, maar dit is bij je vanavond. Yo, leuk dat je kijkt naar Coach Week. Ik ben Jeroen. Ik ben Marije. Ik ben Bradley. Ik ben Trent. Wij zijn Coolbox. En wij maken voor super saaie situaties superleuke dingen. En je vrienden kwijtraken is natuurlijk super saai. Dus dat is wat we vandaag leuk gaan maken. Hé hey jongens, we hadden toch afgesproken bij de poort? Waar zijn jullie? Ja, daar ga ik ze maar zoeken. Zijn jullie hier? Hallo? Oh shit. Hallo? Jeroen, Gerenzo, Marije, waar zijn jullie? We zijn hier op dit moment aanwezig bij Hockey Lovers en hier zal heel Hockey Nederland aanwezig zijn. En hier gaan wij de ultieme zoek je vriendenactie uitvoeren. Jullie hebben namelijk aangegeven dat je vrienden kwijtraken op een festival een ramp is. We splitsen ons op in twee duo's door middel van Flip the Cap en daarna gaan we onze opdracht ophalen. We gaan eerst kijken wie bij mij in het team komt. Zwart is Gerenzo en yes, IJs is Bradley. Vandaag is Zwart. Zwart! Yes! Hey! 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 De persoon die als eerste weer terug is bij de Coca-Cola stand mag kiezen welke opdracht we gaan doen. Maar er is natuurlijk eentje iets leuker dan de ander. Ja. We gaan voor de Waldo, want Gerenzo wordt helemaal gek. Dus ja. We gaan gewoon proberen om de etten door de Waldo te pakken. 3, 2, 1, oh, Bradley! Bradley! Go, 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 go! Politie van de avond. Let's go, jongen. We gaan voor de ballonnen, ja? Oké. Okay. Ja? Ja, ballonnen? Ja, we gaan voor de ballonnen. Oké. Okay. Gaan jullie voor de ballonnen? Waarom? Omdat jullie in dit pakje moeten gaan rennen. I don't care! Ja. Bradley en Jeroen hebben dus onverwacht de ballonnen gekozen. Wat ik heel veel vind, want zij moeten dus alleen maar heel veel ballonnen opblazen. Ja. Het enige wat wij te doen. Dus dit pakje aantrekken en over het terrein lopen. We zijn nu al een paar ballonnen aan het opblazen om te bedenken wat we gaan doen. We kunnen het inderdaad zo houden dat we dan zo gaan doen. Of we gaan er gewoon maar twee doen. Zo. Nu vragen jullie natuurlijk af, wat is de challenge? Beide teams gaan aan de andere kant van het festivalterrein staan. En de bedoeling is dat we elkaar gaan vinden. Maar er is één regel, je mag niet gezien worden door het andere team. Wij gaan zo beginnen. Ja. We gaan nog even een tactiek bespreken. Ja. Ik denk gewoon heel rustig aan lopen. Ik denk niet door het hele veld gaan lopen. Nee, iedereen nee, ziet we moeten juist stoppen. We zijn dus nu verkleed als ballonnen mannen of zo. We hebben heel veel ballonnen op ons geplakt. En wij moeten dus nu Gerenzo en Marije gaan zoeken die verkleed zijn als waar is Waldo? Waar is Waldo? Waar is Wally? Dat inderdaad. En zij mogen ons niet vinden. Oké, okay, we beginnen dus nu. Nee, nee. We hebben een startsignaal gekregen. We mogen beginnen. We gaan beginnen. Oké, okay, we gaan daarheen. Zullen we even daarheen rennen? Want nu is hij erin. Ik heb een foto van Gerenzo en Marije gemaakt. Dat is zo slim. Kijk. Oh, nice. Kijk. We gaan mij mensen vragen of ze deze twee hebben gezien. Kan je er daar langs? Nee, we gaan hier tussendoor. Heb je toevallig hun gezien? Huh? Heb je toevallig hun gezien? Nee. Niet? Oké, okay, dankjewel. Pak het op. Pak het op. Pak het op. Hé. Wij moeten... Wij moeten... Body. Ja, wij hebben body! Wij moeten Jeroen en Brent zoeken. Jeroen! Ballonnen overal. Heb jij misschien deze gezien? Nee, die heb ik niet gezien. Maar Loes, heb je vrienden gemaakt? Hoi! Je noem je verliezen, heet dit. Oké. Zij gaat voor ons uitlopen. En als ik nou een deken om jullie heen doe? Nee, dat mag niet. Wat een afgelopen lijn. Dan moet hij nog opzij. We moeten zometeen zo even op de hoek om die hoek daar kijken of ze daar niet lopen toevallig. Wij zijn op zoek naar hun twee. Heb je hun gevonden? Maar, dat is maar dit is bij je geluidje. Oh, jongens, dit is paniek. Straks zien ze ons. Ik ga wel hier achter verstoppen gewoon. Dan vinden ze Jeroen gewoon. Ik ga hier wel zitten. Ik kreeg wel leuke opmerkingen over mijn outfit. Ja, dankjewel. Ik zie ze! Jongens, ik zie ze! Kijk daar, 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 daar! Buk, buk, buk! Haha, we hebben gewonnen! Zal ik ze afleiden? Nee, ja, nee, ja, ja. Zal ik ze afleiden? Wij lopen mee. Daar, daar, daar. Verder, verder. Bril heeft de hele groene trui. Kom mee, kom mee. Ik wel. Ik wel. Ik zie ze, Marije.
gaan nu allemaal foto's maken met allemaal kijkers. Maar zometeen gaan Jorenzo en Marije ons dat vinden. Dat moet niet hebben. Marije, wacht eens even rustig. Hou op, je ziet ze straks. Bukken. Ik zweer, hè, straks staan wij hier, komen Marije en Jorenzo, anders vinden ze ons. Dat moet niet hebben. Hey! Sorry, sorry. Oh nee! 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 Daar zijn ze! Ze hebben ons gevonden! Ik moet zeggen. Oh, we hebben jullie gevonden! Eerder! Nee, we hebben jullie als eerste gevonden! Nee! Jullie staan echt op het main pad. Maar ja, jullie hebben gewonnen. Kom maar mee. Ah, yeah. Kort high five. Maar dankzij jullie, want jullie gingen vragen of ze... Nou ja, ze waren al bezig met andere mensen, maar ik ging er gewoon bij staan. Maar het was echt zo van, oh, waarom ze echt weg? Anders komen Jorenzo en Marije. Die komen dan echt ons hier zien. We're here. We found you. Haha. Zoals jullie hebben kunnen zien, hebben wij dik gewonnen. Ja, gefeliciteerd. Leuk voor je. Waarom gaan jullie daar foto's maken? Ja, omdat wij leuk willen zijn voor de kijkers. Jeroen is de populair. Jeroen is de populair. Onze kijkers hebben ons geholpen. Oké. Vond je het nou een leuke manier om je vrienden te zoeken op een festival? Geef deze video even een duimpje omhoog. Heb je nog meer saaie situaties die wij veel leuker kunnen maken? Laat het dan weten in een reactie. En klik op de link in de beschrijving als je wilt zien wat we de vorige keer gedaan hebben. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet niet om te abonneren op Koken TV. En we zien jou volgende week. Doei! Doei!